Hey, ik ben Otis. Ik sta hier met Thabo Goudswaard bij de Embassy of Safety in het Klokgebouw. Thabo, de Embassy of Safety, dan moet ik gelijk denken bij safety aan beveiligingscamera's, wapens, controle. Maar hier achter ons zien we de tekst In Makers We Trust. En dat woord trust, vertrouwen, dat steekt natuurlijk af tegen controle. Kun je daar wat over uitleggen? Ja, in de Embassy of Safety maken we vertrouwen en vertrouwen we op makers. En dat maken van vertrouwen vinden we heel belangrijk. Vertrouwen zorgt ervoor dat een samenleving goed functioneert. Hè? Dat mensen gewoon goed met elkaar kunnen samenwerken. Dat je dus economisch beter en ook voor allerlei veiligheidsvraagstukken is dat goed. En als je kan werken aan meer vertrouwen, dan draagt dat bij aan een beter functionerende samenleving. Oké, en daarmee dus ook een veiligere samenleving? Ja, daarmee ook een veiligere samenleving. Oké, cool. En hier in de Embassy hebben jullie natuurlijk allemaal voorbeelden van dat vertrouwen in makers. Zullen we even een stukje rondlopen? Goed. Oké, ik zie daar mesles. Dat is een woordgrap volgens mij. Ja, dit is een lesprogramma voor jongeren van 10 tot 14 jaar. Het is een virtual reality ervaring, dus heel erg een sterke beleving van een situatie. Het speelt zich af in Amsterdam-Zuidoost. Okay. Waar veel problematiek is onder jongeren met wapenbezit, hè, messengeweld. Ja, van die keukenmessen, die grote. Keukenmessen, dingen. Ja, drillrap is populair. En hier maak je als jongeren een situatie mee die heel bedreigend is. Ja. En waarbij als het ware voor de keuze gesteld wordt of je grijp naar je wapen. Hè? Ja. Veel jongeren hebben er gewoon één op zak. Ja. Maar er worden ook andere mogelijkheden geboden. Dus eigenlijk worden jongeren zich bewust gemaakt dat er ook ander gedrag mogelijk is om met de situatie om te gaan. Ja, oké. En het is eigenlijk een soort spel geworden, toch? Ja, het is heel erg een beleving. Dus VR is onderzocht dat het heel sterk die emoties kan oproepen die je in zo'n dreigende situatie meemaakt. Ja. En gemeente Amsterdam en Garage 2020 hebben dat heel mooi uitgewerkt en laten echt zien dat er alternatieven mogelijk zijn. Ja, tof. This is not a drill. Dat is weer die drill muziek. Ja, dat is een... Bunches. Hier zie je eigenlijk dat veel geweld online escaleert. Hè, dus okay. In allerlei appgroepen en dus op social media. Snapchat en dat soort dingen. En hier is de wens van ook van de gemeente Amsterdam om te kijken of je online eigenlijk geweldsincidenten kan signaleren en het voor kan zijn. Oké. Waar kijken we hier naar? We zien hier, zijn dit voorbeelden die ze gemaakt hebben? Ja, het is eigenlijk een realistisch tijdsverloop van posts op social media. Ja. Die ertoe hebben geleid dat er uiteindelijk in de fysieke wereld een dodelijk geweldsincident was. Dus een jongen doodgestoken. Echt gebeurd? Ja, de namen zijn veranderd, maar dit is absoluut echt gebeurd. Oké. Ja, dus de namen en de straten zijn onherkenbaar gemaakt, maar dit is gewoon een realistische situatie. Ja. En eigenlijk is dit een manier voor wat ze noemen een online basisteam. Bestaande uit mensen van de politie, van de gemeente, straatcoaches en jongerenwerkers. Die eigenlijk met elkaar kunnen terughalen wat heeft nou uiteindelijk ervoor gezorgd dat het zo geëscaleerd heeft. En kunnen we daarvan leren. Ja. En kunnen we dus in de toekomst voorkomen dat het gebeurt. Ja. Eerste stap die ze al tegenkomen is dat ze soms helemaal niet herkennen wat er bedoeld wordt op socials. Nee. He, je ziet een jongen met een slang, een tekentje van een slang op zijn buik. Ja. Ja, dat blijkt dat het een jongen is die gesnitst heeft, die dus verraden heeft naar de politie. Dus er wordt rondgestuurd van deze jongen is... Deze jongen is een snitch, die gaan we pakken en uiteindelijk is die jongen doodgestoken. Ja. Ja, jeetje, dit is wel een heftig voorbeeld natuurlijk van hoe het veiligheid mis kan gaan en criminaliteit naar voren komt. Maar het gaat natuurlijk ook over andere dingen dan alleen moord en geweld. Mm-hmm. Ja, we proberen dus steeds vertrouwen te maken. Hier werken die veiligheidsprofessionals meer samen, waardoor het vertrouwen groeit. Maar we proberen ook de relatie tussen veiligheidsorganisaties en de samenleving om die beter te maken en op basis van vertrouwen te laten zijn. En dan heb ik hier een mooi project van, dat is de witte wasveiling. Oké, witte was. Nou, dit ziet er al wat gezelliger uit met die discobal. Mooi vaasje, waar kijken we naar? Ja, dit zijn afgepakte spullen van criminelen.
Okay. Dus in Nederland zijn we supergoed in het afpakken van geld en spullen van criminelen. Ik moet even spieken, maar in 2021 is er voor 368 miljoen euro afgepakt van criminelen. Dat is trouwens lastig in te schatten. Dus we zijn goed in het afpakken, maar niet zo goed in het teruggeven van die spullen aan de samenleving. Oh, aan de samenleving, dus niet aan de criminelen. Exact, dus daar gaat dit project over. Okay. Het is zelfs zo dat veel afgepakte spullen, die liggen in pakhuizen. Een aantal van die producten komen via veilingen wel op de markt. Dus zo zijn deze ook weer verkregen. Okay. We gaan deze spullen daadwerkelijk veilen. Bijvoorbeeld woensdag bij de conferentie van de Embassy of Safety, dan komt de directeur van Taskforce Riek Brabant-Zeeland, dat is Ad van Mierlo, die komt deze discobol meenemen. Okay. En die gaat die veilen. En dan is het degene met het beste bod, en dat is geen geldbod, maar eigenlijk een maatschappelijk bod, dus een goed doel. Ah, okay. Dus de bestemming van die discobol, degene met de beste bestemming, die het hardste applaus krijgt, die krijgt daadwerkelijk die discobol mee naar huis. Ja, kleurrijk geheel. En ik zie ook allemaal foto's van agenten met de ballonnen en zo. Ja. Kun je vertellen wat de betekenis hiervan is? Ja, dit is één project wat voortkomt uit Social Design Politie. En binnen Social Design Politie werken nu al voor het tweede seizoen kunstenaars en ontwerpers met agenten, wijkagenten. Yeah. En die werken aan een vraagstuk wat in de wijk speelt voor die agent. En in dit geval is het Lily Habra uit Gouda, de wijkagent, die samen met Design Studio Smelt heeft samengewerkt. Yeah. En ze hadden eigenlijk de vraag centraal staan, hoe kunnen we op een geweldloze manier in zeg maar escalerende situaties op straat omgaan. En het mooie van het samenwerken met ontwerpers is dat ze dan eigenlijk op maat gemaakte wapens voor de agent in kwestie maken. Yeah. Op zo'n manier dat die bij wijze van spreken aan je riem kan hangen. Net zoals die andere wapens. Yeah. Dus heel tastbaar in binnenbereik. Heel tastbaar, heel concreet en wat echt past bij die agenten in kwestie. Per persoon, ja. Ja. Oké, dus het is echt per persoon ontworpen. Ja. Ik ben wel benieuwd. Wat moeten die spiegelringen bling bling? Dat is gemaakt voor Lily. En dat is eigenlijk een heel kwetsbaar ontwapen. Wat zij doet is op het moment dat het spannend wordt, vertelt ze eigenlijk wat voor effect het gedrag van de persoon in kwestie op haar heeft. Dus ze spiegelt als het ware het gedrag van de ander. En zorgt ervoor dat op die manier de ander zich ook bewust wordt van hoe het gaat. In de hoop dat dat de situatie deescaleert. Ja. Ja, ik vind het echt heel mooi om dat vertrouwen hierin terug te zien. Heb je misschien nog een voorbeeld daarvan? Ja, er is nog één mooi voorbeeld vanuit Social Design Politie waarin heel veel vertrouwen spreekt richting de kunstenaar in dit geval. Ik zal het je laten zien. Oké, die kant op? Ja. Oké, waar kijken we naar? Ja, dit is All Cops Are. Jurie Veerman heeft het vertrouwen gekregen van de politie om burgers, politieagenten te laten profileren. Normaal profileren politieagenten burgers, schat ze in wat is het risico. In dit geval hebben deze agenten zich heel kwetsbaar opgesteld. Ja. En zijn er burgers die hun mening geven over wat ze denken, wat voor persoon dit is. Zowel in uniform als zonder uniform. Aha. En het project heet All Cops Are. Nou, meestal wordt het afgemaakt met All Cops Are Bastards. Ja, ik durf het niet te zeggen. Maar ja, dus A, C, A, B op de muur, dan weet je wat dat betekent. Ja. Maar dit is echt een onderzoek naar hoe kijken we naar mensen, hoe oordelen we en klopt dat? En is het ook goed dat we daarop handelen? En er spreekt heel veel vertrouwen uit dat de politie heeft toegestaan dat Jurie Veerman als kunstenaar eigenlijk met dit materiaal mocht werken. Ja, inderdaad. Ja, ik merk bij mezelf ook gelijk, en het zijn natuurlijk gewoon beelden, maar het heeft gelijk al dat effect van eerst zie je zo'n agent in een uniform en dan denk ik, oh, is mijn gordel wel om? En dan zie je ze daaronder in gewone kleren en denk je, oh jeetje, het is gewoon een mens, die kun je ook gewoon in de supermarkt tegenkomen en dan denk je er helemaal niks bij. Ja, dus super, het werkt echt, ja. Ja, super tof dat ze dat vertrouwen hebben gegeven aan Jurie Veerman om zo kwetsbaar te zijn en het oordeel van de burgers toe te laten over de politie. Ja. Inderdaad. En daarmee ook weer dat vertrouwen op te bouwen tussen de burger en de politie. Dankjewel. Volgens mij hebben we een groot deel van de voorbeelden nu wel gezien. Wil je de rest nou ook nog zien? Kom dan vooral langs bij DDW, bij de Embassy of Safety.